Hoi allemaal, welkom bij het filmpje van TTO, tweetalig onderwijs op het Jacques Patthijssen. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Dennis Maas en ik ben gymleraar op school, maar ik ben ook mentor van een brugklas en dat is een TTO-brugklas. Elk jaar komen de nieuwe bruggers bij ons in de klas en ze kiezen voor een specifieke uitdaging. Onder andere heb je daar wel bepaalde eigenschappen voor nodig. Een van de eigenschappen is dat je bijvoorbeeld creatief naar oplossingen moet zoeken. En natuurlijk gaan wij op Jacques Patthijssen jullie daar allemaal hartstikke goed bij helpen. Belangrijk is dat tegenwoordig de wereld relatief steeds kleiner wordt. Je gaat met veel meer nationaliteiten om en de verbindende factor daartussen is eigenlijk de Engelse taal. De Engelse taal zorgt ervoor dat je met andere nationaliteiten kan communiceren. Denk je dat TTO echt wat voor jou is? Loop even met me mee, want boven heb ik een collega en die kan jullie nog wat meer specifieke informatie geven over de onderbouw en de bovenbouw en hoe dat georganiseerd is. Lopen jullie mee? Kom maar. Hoi, kan je wat uitleggen over de onderbouw en de bovenbouw bij TTO? Ja, Dennis, tuurlijk. Hi, my name is Jona McMorland. I'm one of the English teachers and also one of the first year TTO mentors. Dat ging even heel snel in het Engels, maar zo gaat het de eerste paar weken ook. We doen een combinatie van Engels, wij spreken dan vooral Engels tegen jou, en jij gaat proberen in het Engels terug te spreken. En je wordt een beetje ondertiteld. Als jij nieuw bent op het TTO, komt er heel veel op je af. Daar heeft Dennis het ook al even over gehad. We gaan eerst even kijken naar die eerste 3 jaar. Als jij op de MAVO of op de HAVO zit, of misschien wel op het VWO of de Allround groep, de eerste 3 jaar zit je op het TTO-traject. Als jij naar de HAVO gaat, ga je dan scoren voor jou Cambridge Certificate English. Dat is een heel mooi certificaat. Als je naar de MAVO gaat, heb je iets soortgelijks. Dat noemen we het Anglia-examen. Mocht je na die 3 jaar doorgaan naar de HAVO, dan ga je voor de International Baccalaureate. Super handig als je later naar het HBO of naar de Unie gaat. Kort samengevat, we hebben het Cambridge Certificate, we hebben het Anglia-examen en het International Baccalaureate. Voordat jij dat superleuk traject met die workshops, die uitwisselingen en al die andere gave dingen die je TTO brengt gaat volgen, hebben we een first date. En op die first date ga jij kennis maken wat het TTO nou eigenlijk is. Dan ga je een proeflesje volgen en dat kan bij allerlei verschillende vakken. Je kan misschien wel bij mij terechtkomen of bij Dennis of bij een andere hele leuke docent. En dan ga je proeven hoe dat nou is. Als jij nou denkt, yes, dit was geweldig, dan gaan we je vragen om een motivatiebrief te schrijven. Het woordje motivatie zegt het al. Wij vragen jou om uit te leggen waarom jij nou graag op TTO wil zijn. Leg uit wat jou drijft om naar TTO te gaan, waarom het jouw partij is en wat jij wil bereiken. En dan met die brief gaan wij kijken of jij de topper bent van het TTO die we zoeken. Nou, dankjewel Joon. Dat was een superduidelijk verhaal over de onderbouw en de bovenbouw. Maar wat verwachten we nu nog van jullie? Allereerst moet je je natuurlijk nog even inschrijven voor de first date. En denk heel goed na over je motivatiebrief. Je moet goed weten met welke reden jij ervoor kiest om TTO te gaan doen bij ons op school. Ja, en nu hopen wij natuurlijk dat jullie naar de first date komen. En misschien zien we jullie volgend jaar wel in een van onze mentorklassen. Tot volgend jaar. Doei.